Hoogleraar aan de rug, Matthias Heineman, heeft een award gewonnen. Hij onderzocht hoe cellen zich kunnen aanpassen aan veranderingen in hun voeding. Deze nieuwe kennis van cellen kan bijdragen aan medisch onderzoek. Voor het project werd hij beloond met de Young Professors Award en hij is daarmee de enige Europeaan met deze onderscheiding. In our research we use bacteria or for example also yeast cells to try to understand how these cells adjust to constantly changing environments. And this is for example of importance when we use these cells in biotechnological production processes, because they are constantly faced with environmental changes. De award werd uitgereikt door DuPont, het Amerikaanse chemische bedrijf dat onder andere nylon heeft ontwikkeld. Het bedrijf gaat het onderzoek van Heineman gebruiken voor verdere ontwikkelingen in de chemische industrie. So under this fluorescent microscope, we have here yeast cells that we grow here, and we feed them via this pump with the different nutrients. And we generate then different pictures, different time points, so that we generate a movie, and which we then can analyze. Nu duidelijk is wat er met de gistcellen gebeurt, kunnen vergelijkingen worden getrokken met menselijke cellen. We studying metabolism, and this the basic metabolic processes are conserved, are the same in microorganisms, in bacteria, they're the same in plants, and they're the same in our human cells. So if you understand the basic principles of how metabolism works in bacteria, I'm pretty sure that we can learn important things also for metabolism in mammalian cells, in our cells. Bij de award kreeg hij een geldprijs van $75.000. Dit geld is een goede investering in verdere onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen. This money will directly be funneled into our research. We don't know the details yet how we will invest it, eventually buy new equipment or support some PhD students with it, but it will directly go into our research. So supporting the University of Groningen. Yes.